je weer kijkt naar de weekhoroscoop van de Mandelaan. Dit is de weekhoroscoop voor week 7. Dit is van maandag 12 februari tot en met zondag 18 februari. Als ik de kaarten trek voor de tweeling, dan krijg ik daarbij de volgende kaarten. De 7 van bekers, de gerechtigheid en de koningin van staven. Als ik zou zeggen wat dit voor jullie zou betekenen, lieve tweeling, dan lijkt het alsof het een week is waar je misschien niet zo heel goed op je directe doel afgaat. Het lijkt alsof je verschillende doelen hebt en dat je daardoor eigenlijk niet heel gericht bezig bent. Aan het einde van de week denk ik wel dat je dat zelf wat meer gaat bepalen. Dat je toch denkt van, nou, ik wil toch nog even dat op dat afmaken. En als je dat eindelijk voor jezelf echt goed duidelijk hebt, dan komt er alsnog die actie in. Dus ik denk dat het vooral een week wordt waarin je wat twijfelt over welke kant je op moet gaan. Nou goed, hè, dat is natuurlijk ook helemaal niet zo erg. Je hoeft overhaaste beslissing helemaal niet per se meteen te nemen. Hè, je moet hem natuurlijk wel achterstaan. Neem daar gewoon je tijd voor. En kijk hoe het dan gaat lopen. Ik wens je in ieder geval een super fijne week. Ik hoor graag wat je ervan gevonden hebt. En ik zie je natuurlijk graag volgende week weer terug voor je nieuwe weekhoroscoop.